Wil je spelen? Maar ik heb toch helemaal geen tijd om te spelen. Zo, kom maar. Ga naar binnen. Kom dan. Ga mee. Ga naar binnen. Ga mee. Het is inmiddels alweer middag, want ik ben al een hele ochtend in touw. Want ik ben vanmorgen al naar de school geweest waar ik dus les geef. Het was de opening van het schooljaar, al wat vergaderingen en zo. En moest op de schoolfoto. Ook heel erg leuk. Maar ja, ik ben nu heel eventjes thuis om het hondje eventjes uit te laten en wat te eten. En daarna ga ik meteen door naar school, want ik moet nu zelf ook naar school. Dus ik ga zo naar In Holland toe. Daar heb ik twee lessen. En dus heb ik 's middags en 's avonds les. En ja, ik zal jullie wel op de hoogte houden hoe dat gaat. Dus ik hoop dat ik een beetje kan vloggen. En anders gaan jullie dat merken. Ik heb gegeten. Het hondje heeft wat gegeten en is uit geweest. Ik ga er vandoor. Ik zie jullie zo. Mijn dagje school zit erop. Ik ga nu naar huis. Ben ik waarschijnlijk rond 10:30 thuis. En dan ben ik helemaal murm. Of hoe zeg je dat? Murf? Ik ben in ieder geval helemaal doodgekletst. Wat heb ik dit niet gemist, colleges. Maar goed, we gaan er gewoon het beste van maken. Het wordt vast een heel leuk schooljaar. Ik moet er nog eventjes aan naar kijken van hoe ik dit dan ga doen. Vloggen tussendoor. Want ja, zoals jullie hebben gemerkt, heb ik gewoon niet zo heel veel kunnen vloggen. Want ik heb van 2:30 tot 8:00 op school gezeten. En vanmorgen ook nog. Maar goed, ik ga nu naar huis en misschien spreken jullie zo nog. Ik ben inmiddels alweer eventjes thuis. Het was een lange dag vandaag. Vanmorgen begonnen met vergaderen. Vanmiddag en vanavond nog op school gezeten. En dan lang weg naar huis. En dan ook vreselijke verbinding hebben. Ik was om 8:00 klaar op school. Toen had ik de metro van 8:15. En dan vervolgens heb je pas om 9:10 heb je de trein terug naar Herengewaard. Oftewel, ik ben een beetje pooped. Morgen gaan we weer vergaderen. Dat betekent dat ik mijn vlogje voor morgen pas 's middags online kan zetten. Want die is nog niet klaar. Dus dat vind ik wel een beetje jammer. Maar ja, het is eventjes niet anders. En ik probeer nu een beetje op zoek te gaan naar manieren om toch leuke vlogs te maken met behulp van sfeerbeelden en dat soort dingen. En dan wat meer praatstukjes tussendoor, want er zijn gewoon bepaalde dingen die ik niet kan filmen. Dus dan probeer ik dat op een iets creatievere manier op te lossen. Ik kreeg ook een verzoekje om een DIY video te gaan maken. Ik heb een foto van een beschilderd spijkerjasje heb ik op Instagram geplaatst. En daar kreeg ik dus hele positieve reacties op. En dus ook, ik had dus ook aangegeven, nou ja, als jullie dat leuk vinden, dan wil ik dat best wel laten zien. En daar werd heel positief op gereageerd. Dus dat ga ik binnenkort ook doen. Ik heb nog een paar spijkerjasjes liggen. Dus ik heb genoeg materiaal. En vanmorgen staat dus voor mij op het programma dat ik dus ga vergaderen.
mijn lessen ga voorbereiden voor woensdag. Want dan heb ik mijn eerste klasse. Dus ik heb een brugklas, een ateneum 2 klas, een HAVO 2 klas en een HAVO 3 klas. En ja, daar moet ik toch even een soort van introductielesje voor maken. En ja, ik moet deze week gewoon echt eventjes gaan uitvinden hoe ik dat nou precies ga doen, dat dagelijks vloggen. Want ik wil heel graag dagelijks blijven vloggen. Maar hoe zorg ik ervoor dat het zowel voor jullie als voor mij leuk blijft? Ik merk nu dat ik heel erg op zoek ben naar wat kan ik wel en wat kan ik niet vloggen. Wanneer durf ik wel en niet te vloggen? Op school durf ik het nog niet aan. Moet ik nog eventjes aftasten. Maar jullie gaan zelf wel merken hoe dat gaat lopen. Heb ik nog meer te vertellen? Nee, eigenlijk niet. Bij deze ga ik de vlog dan ook afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef dit filmpje dan ook een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren. En dan zie ik je morgen weer. Doei!